Elke poging tot een vergelijking tussen het stenen bruidsbed en Slaughterhouse 5 als kunstwerken is gedoemd te mislukken. Oké, okay, in beide romans speelt het bombardement op de eerste een rol, zij het in de eerste veel stelselmatiger en nadrukkelijker dan in de tweede, maar voor het overige verschillen ze diametraal van elkaar, ongeacht welk literair-analytisch perspectief je kiest. De structuur, de plot, het vertelperspectief... Het vertelt tempo, de chronologie, de intertextualiteit, de ruimtelijke setting, de stijl van schrijven, het taalgebruik, de afstand tot de lezer. In geen van die aspecten lijken de romans op elkaar, zelfs niet een klein beetje. Het lijkt wel alsof de auteurs het expres gedaan hebben. Alsof ze vooraf bij elkaar zijn gaan zitten om te onderhandelen. Dus Vonnegut zegt dan dat hij de chronologie helemaal wil loslaten omdat zijn hoofdpersoon nu eenmaal... Een stuk in time moet zijn. Alleen op het allerhoogste niveau zal zijn verhaal zich langzaam richting het bombardement bewegen. En Moedisch vindt dat prima, want dan gaat hij juist strikt chronologisch verslag doen van het bezoek van de tandarts aan het congres in Dresden, met tussendoor een paar flashbacks vanuit een van de bommenwerpers. En dan mag Moedisch eerst en claimt hij het recht op intertextuele verwijzingen, met name naar de klassieke oudheid, want daarvan heeft hij er altijd een heleboel nodig. En Vonnegut vindt dat prima, want hij wil alleen. Uit een paar traditionele liedjes citeren, en verder is hij toch niet zo van de intertextuele verwijzingen. Enzovoort. Dus de vergelijking van de romans als kunstwerken is ongeveer net zo zinvol als een vergelijking tussen de geboorte van Venus van Botticelli en de pinnekaasvloer van Wim T. Schippers. Maar een roman is niet alleen een kunstwerk. Een roman, of in ieder geval een geslaagde roman, is ook een statement. Hij verwoordt een heel concrete visie op de werkelijkheid. Het is allemaal fictie natuurlijk per definitie, maar fictie is uiteindelijk niets anders dan een fantasierijk vormgegeven commentaar op de wereld. Als het dat niet is, is fictie niks. Om zinnige verbanden te kunnen leggen tussen het stenen Bruisbed en Slaughterhouse 5 ga je in hun geval het beste uit van hun kijk op de werkelijkheid. Je laat de romans daarover met elkaar het gesprek aangaan. Zo'n aanpak klinkt misschien een beetje new age pretentieus, maar dat is ze echt niet. En hoe dan ook, dat is wat ik nu ga doen. Billy Pilgrim was vanaf zijn aankomst in de Ardennen tot zijn dood getraumatiseerd. Hoe zit dat bij jou, hoofdpersoon? Norman Corinth was nog zwaarder getraumatiseerd. Maar hij is een heel ander type dan Billy en zijn trauma is ook van een ander type. Dus je kunt ze niet vergelijken. Billy en Corinth zijn inderdaad elkaars tegenpolen. Hun enige overeenkomst is dat ze een respectabel beroep uitoefenen in de medische of paramedische sfeer, al houdt Billy ook dat niet vol. Billy is vooral een meelijwekkende loser die wegloopt voor zijn trauma, zijn wanen omarmt en zich willoos door zijn eigen leven heen laat katapulteren. Onlangs sprak ik een lezer die hem vergeleek met Voltaire's Candide, die eenmaal uit zijn paradijs verdreven reddeloos gedesillusioneerd raakt in de hardvochtige werkelijkheid. Corinth is juist het prototype sigma-meel. Geen loser, maar een loner. Een man waarvoor je maar het beste een beetje bang kunt zijn. Hij is achterdochtig, maar leidt niet aan wanen. Wel heeft hij een sterke wil, anders zou hij nooit naar Dresden zijn teruggekeerd. Zijn trauma uit zich vooral in zijn gevoelsarmoede. Maar Corinth's trauma is er dan ook van een dader. Corinthe loopt er niet voor weg, maar houdt het wel geheim en probeert in Dresden vooral schulduitsluitingsgronden te vinden in merkwaardige theorieën en in het verzonnen schuldige verleden van de Duitsers die hij ontmoet. Ik schop tegen heel wat heilige huisjes aan. Ik ben surrealistisch, symbolistisch en verwarrend ingewikkeld en mijn mensbeeld is ontluisterend. Jij bent uiteindelijk niet meer dan een braaf pleidooi voor menselijke waardigheid. Als roman over de oorlog ben ik liever een pleidooi voor menselijke waardigheid dan een hutkoffer vol cynische puzzeltjes. De beide romans doen elkaar hier tekort. De cynische puzzeltjes van het stenen bruisbed zijn vaak effectief als ondersteuning van Moelie's symbolistische missie om allerlei codes te doorbreken. En al die mythologische metaforen doen misschien nodeloos, ingewikkeld en pretentieus aan, maar ze geven het verhaal over liefde en oorlog ook een tijdloos karakter. Want zo werkt dat met mythe. Slotterhuis 5 is ook zeker meer dan een plichtmatig pleidooi voor menselijke waardigheid, en omgekeerd is het ook zeker niet vrij van cynische puzzeltjes. Honnegut verwerkt in zijn roman, in tegenstelling tot zijn gewoonte en tot wat hij moeilijk in de werkbespreking vooraf had beloofd, opmerkelijk veel intertextuele referenties die niet allemaal even glashelder zijn. En bovendien, wat hebben die Talfamadorius te zoeken in dat boek? Zijn die echt nodig? Anderzijds is het Steenebruidswet inderdaad geen pleidooi voor menselijke waardigheid. Het is nergens een pleidooi voor. Eerder een oproep om op te houden met pleidooien. Want die appelleren toch maar aan een maatschappelijke code waaraan de werkelijke mens zich niet kan houden. En achter zijn masker zit niets. Ik krijg vaak het verwijt dat ik devetistisch ben omdat Billy aan zijn leven nooit iets kan veranderen en ik daarmee het idee van de vrije wil belachelijk maak. Krijg je ook zulke verwijten? Ja, veel lezers vinden mij ook defattistisch. Ze noemen mijn personages willoos, doeloos, siloos enzovoort. Ik voel me onbegrepen. Vergeleken met het programmatische defattisme in het stenen lijkt dat van Slaughterhouse 5 vooral bedoeld als een rhetorische springplank voor de heilsboodschap. God damn it, you've got to be kind. De noodlotsgedachte ligt er bij Vonnegut weliswaar dik bovenop, met als de dragende metaforen Billy's zinloze tijdreizen en de onontkoombare ontluistering van de oorlog. Maar ook al schrijft hij 106 keer So it goes, hij bedoelt uiteindelijk te zeggen So it goes, but it shouldn't have to. Eerder heb ik betoogd dat het zinnetje So it goes een adequate samenvatting is van Slotterhart 5, maar in de context van Het Stenen Breinsbed klopt dat eigenlijk niet. Zo so it goes is de samenvatting van het stenen bruidsbed. Ik ben een zelfstandig kunstwerk, take it or leave it. Jij begint met je auteur de lezer rechtstreeks te laten toespreken over hoe zwaar het allemaal was en hoe zogenaamd mislukt je bent als kunstwerk. Ben je daar nou blij mee? Nee, eerlijk gezegd was ik ook liever een zelfstandig kunstwerk geweest. Het is sowieso een vreemde gewaarwording om de auteur in zijn eigen boek van achter de coulissen het toneel op te zien stappen en het publiek om aandacht te vragen voor een toespraak over dat boek. Vond ik dat, doe dat vaker, de meeste auteurs doen het nooit. Het slot van Max Havelaar telt eigenlijk ook niet mee, want Multatuli komt daar niet aan het woord om de lezer iets over het boek uit te leggen, hij richt zich gewoon rechtstreeks tot de koning. En daarmee overschrijdt hij ook de grens van fictie en realiteit, maar de portée van de Max Havelaar geeft daar ook alle aanleiding toe. Toch begrijp ik, vond ik het wel. Zijn worsteling met de materie, 23 jaar lang, is natuurlijk van monumentale proportie geweest, met iedereen die steeds maar bleef vragen waar dat boek over het bombonement op Dresden nou bleef, terwijl hij diep in zijn hart wist dat er uiteindelijk niets over te zeggen valt. In Binnie's verhaal, Komt hij ook niet verder dan vier korte zinnetjes die de hel van veilige afstand beschrijven? Billy was down in the meatlocker on the night that Drazen was destroyed. There were sounds like giant footsteps above. Those were sticks of high explosive bombs. The giants walked and walked. Vonnegut neemt in zijn inleiding zelfs een zekere afstand van zijn roman door hem rommelig en weinig slaag te noemen. Gezien het enorme succes. Slotterhouse 5 staat in de top 20 van best verkochte Engelstalige romans ooit, zou je dat kunnen aanzien voor valse bescheidenheid. Maar ik denk dat het oprecht is. Erbij geweest zijn in Dresden, dat is al heel erg, het als je plicht beschouwen om er een boek over te schrijven, terwijl je weet dat je dat in feite niet kunt, nog erger. Dat hij dat allemaal even kwijt moet als hij het boek dan uiteindelijk schrijft, vind ik niet zo gek. Moelisch heeft het bombardement niet meegemaakt, heeft nooit in een oorlog gevochten en hij werd ook nooit lastiggevallen met de vraag waar het Bruisbed nou bleef. Niemand zat erop te wachten en het zou me verbazen als ook maar één Dutch batter het op zijn missie bij zich heeft gehad. Het Bruisbed is geen boek voor soldaten. Toch weet ik zeker dat ook Moelisch met zijn roman geworsteld heeft. Veel mensen zeggen dat het te moeilijk voor hen is en mogelijk was het dat ook voor de schrijver zelf. In elk geval heeft Moelis na het Stenenbruidsbed nooit meer zoiets tegendraads en complex uit zijn handen laten komen. Niettemin krijgt de verwarde lezer ook in dit boek veel moois te lezen. Want al lijkt het soms alsof de auteur over iedere zin een week gedaan heeft, bijna iedere zin is ook een kunstwerk op zich. Uiteraard geldt het laatste ook voor Slaughterhouse 5. Maar in dat boek lijkt juist elke zin achterloos tot stand te zijn gekomen. alsof Van de ze stuk voor stuk uit de hemel kreeg Zo'n souplesse, zo'n levendige humoristische verbeelding. het lijkt allemaal zo makkelijk. Maar dat lijkt alleen maar zo natuurlijk. Harry heeft zijn imago van zelfingenomen kwast dubbel en dwars verdiend. maar als hij werd aangesproken over het ambacht van het schrijven. was hij opmerkelijk genoeg een toonbeeld van bescheidenheid. Hij worstelde met al zijn boeken, zei hij. En hoe kan het ook anders bij zulke boeken? Ik eindig deze voordracht met mijn favoriete citaat van Moelisch: dat over deze kwestie gaat. en dat mij persoonlijk uit het hart gegrepen is. en dat een waardige afsluiting vormt van de analyse van Het Stenen Bruidsbed en Slaughterhouse 5. Schrijven is. beinahe nicht können schreiben